Van opgebrand naar weer opladen. Hoe kom je daar? Het is handig om te weten wat jij belangrijk vindt en volgens welke kernwaarden jij zou willen leven. De kleine, concrete doelen die jij bepaald hebt, zijn jouw routekaart om in het dagelijkse leven van jouw waarden te kunnen genieten. Want jouw gekozen waarden zijn namelijk een richtlijn tijdens jouw groeiproces hier op aarde. En in de ACT-therapie wordt wel eens gezegd dat het ware doel is juist de weg er naartoe. Niet het bereiken van het doel zelf. Dus als we in de vorm van een metafoor spreken en het uiteindelijke doel zou zijn skiën naar beneden, naar de skihut waar jij met je vrienden gaat lunchen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om met een helikopter direct naar dat einddoel toe te vliegen, de skihut. En dit kost je dus ook bijna geen moeite. Maar het gaat dus juist om de stapjes ernaartoe. Die leren jou het meest. Maar wanneer je opgebrand of burn-out bent, zijn kleine stapjes zetten vaak al te veel. Daarom is de lat heel hoog leggen nutteloos. En soms is het goed om helemaal niet zoveel te willen. Maar je wil natuurlijk wel vooruit. Dus vraag jezelf dan af bij het bepalen van jouw volgende doel of het praktisch en haalbaar is op dit moment. En of het nu mogelijk is in jouw huidige situatie en het doel dus aan één van jouw kernwaarden voldoet. Om energie op te kunnen laden, zul je je bewust mogen worden van jouw eigen gedrag. En welke overtuigingen zitten achter het feit jij een patroon van opgeven hanteert, voornemens niet volhoudt of situaties vermijdt, omdat je iets niet durft of iets niet kan. Ik ben niet perfect, jij waarschijnlijk ook niet, dus accepteer je imperfectie nou. Het mag allemaal wel wat minder kritisch. Het kost allemaal zoveel energie wanneer je telkens op je tenen loopt, wanneer je niet zegt wat je op je hart hebt of wanneer je gewoon te veel op je schouders neemt. Burn-out is te voorkomen als je weet om te gaan met de ups en de downs in je leven. Fijne, ondersteunende omgeving die er voor jou is, is daarom natuurlijk behulpzaam. En ik denk dat het belangrijk is in vrijheid dingen op jouw manier te kunnen doen in je privé en in je zakelijke leven. Ik zeg altijd, zorg eerst goed voor jezelf, dan kan je er ook makkelijker voor een ander zijn. Dus luister goed naar jezelf wat jij nodig hebt en geef op tijd je grenzen aan. Het is namelijk onmogelijk om aan iedereen zijn behoeften te kunnen voldoen. En je kan wel je omstandigheden de schuld geven dat je van alles moet, maar dat moeten heeft meestal te maken met een onbewuste drijfveer. Je houdt dan krampachtig vast aan een illusie. Bijvoorbeeld aan aandacht, afhankelijkheid of een schijnveiligheid die jij denkt nodig te hebben. Burn-out is meestal zelf niet het probleem, maar jouw perfectionisme. Jouw frustratie of het niet gelukkig zijn in je baan. Dat toont een innerlijk en onderliggende oorzaak aan van jouw burn-out. Je wilt over zoveel dingen de controle hebben waar je gewoon geen zekerheid in hebt. Die controle en die focus op de hoop dat het ooit eens anders zal zijn, dat is een manier van overleven. Je bent niet aan het leven. Wat kan je nu doen om opgeladen vol energie en enthousiasme weer in het leven te staan? Stap 1 is weten wie jij naast alle rollen die jij vertolkt als moeder, sporter, partner, vriendin, etc. daadwerkelijk echt diep van binnen bent. En welk zelfbeeld heb jij hierbij? En stap 2 is krijg helder wat nu belangrijk is voor jou. Volgens welke waarden en normen wil jij nu leven? Nou, stap 3 is wie kan jou hierbij ondersteunen of als voorbeeld dienen? De stap 4 is kom in actie. Door beetje bij beetje jouw comfortzone op te rekken. Door nieuwe dingen te doen. Kies voor activiteiten die jou ontspannen. Zoals muziek luisteren, rustig bewegen. Neem een bad of schrijf een dagboek. Vier de dingen die wel gelukt zijn
En laat hetgeen wat niet gelukt is op een dag dus los. Ga niet piekeren of balen. Focus je op optimistisch denken. Stap 5 is de manieren van overleven loslaten. Zoals het vermijden van situaties, verslaving, verleiding en het verdedigen. Oftewel in de weerstand schieten. Laat dit los. Word je bewust van dit gedrag en herschrijf deze gedachten, beperkende overtuigingen, angsten en programma's eventueel met mijn hulp. Stap 6 is bereid zijn tot vergeving en dus zelfcompassie. Dit heb je nodig om de voorgaande 5 stappen daadwerkelijk te kunnen zetten. Dus neem jij de verantwoordelijkheid om je ballast los te laten.